Ik voel me ook heel erg betrokken bij de regio. Ik ben Overijssels Kamerlid en de werkgelegenheidspositie in deze regio is natuurlijk niet heel sterk. Almelo en omgeving kan de komende tijd zien wat de betrokkenheid van het Tweede Kamerlid waard is. Vanochtend werd ze samen met lokale en provinciale politici door het personeel van de Karelskamp geïnformeerd over de werkwijze van de justitiële inrichting. Ik heb hier mensen gesproken die met passie en bezieling een goede detentie proberen te verzorgen voor mensen die hier vastzitten. Maar vooral ook dat ze de overstap naar functioneren in de maatschappij goed willen regelen, zodat mensen weer mee gaan doen. Dat is een prachtig politiek correct antwoord. Maar kunt u zeggen, ik ga er alles aan doen om sluiting te voorkomen? Ik ga er alles aan doen om de verhalen die ik vandaag hier heb gehoord aan de woordvoerder, aan met Marcus, mijn collega, goed over te brengen, in mijn fractie goed te melden wat het hier doet. De lokale politiek wil dat Den Haag zich duidelijk uitspreekt waarom de Karelskamp moet sluiten. Dat duidelijk wordt dat financieel gedreven beslissingen natuurlijk soms moeten, maar dat er in dit geval echt niet is gekeken naar de kwaliteit en wat men hier doet. En dat vind ik jammer. Ik vind de gemiste kans. De Karelskamp is een van de betere inrichtingen als het gaat om detentiecentra die we hebben in Nederland. Dus ik hoop dat in elk geval duidelijk is geworden dat wat ze hier doen, dat het bijzonder is, dat hier bijzondere mensen werken, dat ze enorm goed in staat zijn om nieuwe kansen te pakken. Mij bekruipt een beetje het gevoel dat het in Den Haag een gelopen koers is. Dat die sluiting gewoon een feit is eigenlijk. Over tot de orde van de dag. Kijk, die financiële kaders die staan er. Hè? Die bezuinigingen die voelen we met z'n allen op verschillende manieren. Dat is dus gewoon een ja. Die financiële kaders die staan. De uitwerking daarvan en de plannen hoe wij hem invullen, hoe dat uitpakt in de praktijk. Daarvoor is het belangrijk dat je ook kijkt wat het doet dan bij zo'n sluiting. En we hebben ook hoorzittingen. Daar zullen natuurlijk allerlei argumenten ingebracht worden.